U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met een lage drukgebied boven het zuiden van Ierland. Dat lage drukgebied gaat zich geleidelijk verplaatsen over Engeland naar de Noordzee toe. Rondom het lage drukgebied zit veel bewolking. En die bewolking trekt op dit moment ook over Nederland, België en delen van Frankrijk. En het is niet alleen wolken waar we mee te maken hebben. Het trekt ook buigen, neerslag van zuidwest naar noordoost over het land. Af en toe uh, kan het even flink doorregenen. In de loop van de middag komen er ook nog een paar losse buien tot ontwikkeling. Die kunnen nog wat zwaarder uitpakken, zelfs met lokaal onweer, hagel en windstoten. Ja, en hoe het daarna gaat ontwikkelen, dat kunnen we goed zien op de computerberekeningen. Dit is een plaatje van twee uur vanmiddag. Zoals gezegd, dus veel bewolking en neerslag die over het land trekt. Vervolgens wordt het vanuit het westen uit geleidelijk aan droger in de loop van de avond. Maar we zien ook de lijnen van gelijke luchtdruk geleidelijk dichter bij elkaar komen. En dat betekent dat morgen in de loop van de dag de wind fors gaat toenemen. In de kustgebieden kan een bui vallen, maar voor de rest is het grotendeels droog. Op de zondag gaan de lijnen van gelijke luchtdrukwik wat verder uit elkaar. Gaat de wind wat afnemen. We hebben afwisselend wolken en zon. En vanaf maandag neemt dan uiteindelijk de buienkans weer toe. Dit is het plaatje voor vanavond. Het is nog altijd wisselvallig met bewolking, soms een opklaring. Temperaturen langs de oostgrens misschien nog 24 graden. Ook elders in het land temperaturen die wat hoger nog worden dan op dit moment. Maar met een graad of 2,23 is het dan ook wel weer bekeken. De buien die over het land trekken kunnen lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Maar als, zoals gezegd, later op de avond wordt het vanuit het westen uitgeleidelijk aan droog. De wind begint aan de kust in de loop van de avond al toe te nemen naar een windkracht 5 tot 6. Maar morgen overdag dan trekt die verder aan en wordt hard tot stormachtig aan de kust, windkracht 7 of 8. In het binnenland een krachtige wind, dat is windkracht 6. En voor de rest zijn er flinke windvlagen mogelijk, landinwaarts tussen de 60 en 80 km per uur. En in de kustgebieden tussen de 80 en lokaal 100 km per uur. Zeker ook op de Waddeneilanden en in Noord-Holland en op de campings op, uh, in Friesland is het handig om dus even te kijken of je de stormlijnen moet vastzetten en of je genoeg haringen in de grond hebt geslagen. Voor de rest in de ochtend kans op een enkele bui, in de middag blijft het grotendeels droog en dan breekt ook de zon vaker door. Het wordt 21 tot lokaal 25 graden. Dan op de zondag, dan is de wind weer wat afgenomen, maar nog steeds staat er toch nog wel een behoorlijk stevige zuidwesten. Door 20 tot 24 graden, met vooral in de ochtend redelijk wat zon, in de middag wat meer bewolking, maar blijft waarschijnlijk wel op de meeste plaatsen droog. Dat is na het weekeinde zeker niet het geval, dan wordt het weer wisselvalliger, met afwisselende wolken, af en toe zon en een aantal buien of een paar regengebieden die over het land trekken. Er waait een meest matige wind uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt veelal rond de 20 graden. Ja, en daar houdt het eigenlijk wel zo'n beetje mee op in de loop van volgende week bij de 20 graden. En dat wordt echt ook alleen maar in het binnenland gehaald, want in de kustgebieden zal het met 18 of 19 graden waarschijnlijk wel bekeken zijn. En ook op de lange termijn zien we in de 15daagse geen terugkeer van zomerse warmte. En ja, wat de neerslagkansen betreft, die zien we ook duidelijk aanwezig vanaf. Maandag dus. Vooral op de woensdag en donderdag is het vrij nat. Dan eventjes iets droger, maar in de tweekijnen opnieuw grote kans op redelijk wat regen. Pas daarna zien we geleidelijk aan de kans op drogen weer een beetje toenemen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.